We zijn in Malang, bij stichting Wees één Kind. Daar ontmoeten we Stuart en Esther, oud-collega's van papa. We gaan naar een mini-pretpark waar we in botsauto's zitten die alleen al niet heel hard vooruit gaan. In het mini-pretpark hebben ze ook een zwembad met een koele glijbaan. Het gaat niet al te hard vooruit, maar het is alsnog best grappig. Bij Stichting Wees een Kind, dat is een weeshuis, spelen we allemaal spelletjes met ze. Het is echt heel leuk. Oh. Zoals touwtjes springen en voetbal. We worden uitgenodigd om mee te gaan naar hun zwemles. Dat is bij iemand in de achtertuin. We mogen mee naar een school, naar een speciale ceremonie. En we worden uitgenodigd om mee te zingen met karaoke. We maken zelf een speurtocht met allemaal spelletjes door de wijk. We mogen ook met ze mee eten. Met onze handen. Welkom bij de gekleurde huisjes. Oftewel Kampong Warni Warni. En dit waren ze eigenlijk afbreken. Het waren hele saaie, ja, kleine huisjes die eigenlijk niet zo mooi waren. En dat waren ze niet. Hey, dan dachten ze, hey, daar gaat mijn huis. Maar toen hadden ze een win-win situatie. En we mogen ons huis houden. En we krijgen toeristen. Ka-ching, kassa. Dus toen hebben ze allemaal hun huisjes geverfd. En allemaal kleurtjes. En nu komen er in de Duitsers al heel veel toeristen. En ze worden niet gesloopt, de huisjes. Nou, dat vind ik best slim bedacht. Dikke duim omhoog voor die huisjes daar. We komen nu bij een ander weeshuis aan. Het is een stuk minder verzorgd. En er leven wel 400 kinderen. Die zie je helaas niet. Ze zijn of naar school of verlegen. 6 tot 8 kinderen op 1 kaart. Bij Asrama. Asrama? We gaan ook op een dagtrip naar Mount Bromo. Nou ja, Mount, meer een vulkaan. Welkom bij Mountain Bromo. Het is niet echt een mountain, het is meer een vulkaan. En die is 3 jaar geleden actief geweest. En die gaan we nu bezoeken. 200. Ja, trainen. Let's go! Als een vulkaan uitbarst, stroomt het lava natuurlijk overal overheen. Maar als het lava opgedroogd is, dan is het opeens super vruchtbare grond en wordt het lavasteen. Een steen die ik nu in mijn hand heb. Ik voel me nu net een beetje als in het liedje van R.E.A.M. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Yeah, man.
staan nu boven de vulkaan. Het stinkt en het maakt een enorm kabaal. Je hoort het geluid van een enorme waterval. Maar er stinkt het er nog bij met rotte ei. Wanneer je hier staat, heb je toch echt wel bewondering voor de kracht van moeder natuur. We zitten nu in de trein naar Yogyakarta.